Hoi, het is vandaag maandag 4 december. En het is 5:15, bijna. Ik ben al een tijdje thuis van school. Nee, rond iets na 5 ben ik thuis gekomen. En ik open een vlog nu pas, want deze ochtend had ik daar eigenlijk echt geen tijd voor. En nu heb ik daar nog niet echt aan gedacht daarnet. Maar vandaag ben ik heel erg naar school geweest natuurlijk. Ik heb nog les tot woensdag. Ja, gewoon woensdagmiddag en dan in de namiddag moet ik voor mijn examen beginnen leren. Maar vandaag had ik dus een gewone lesdag op school. Ging wel, boah, ça va. En ik ga nu even Ik ga nu even naar beneden om mijn gsm weg te leggen en mijn computer te halen. Ik leer trouwens altijd zonder gsm beneden. Dus dat wil zeggen, zonder gsm, mijn gsm ligt altijd beneden. Dat wil dus zeggen dat ik altijd mijn gsm beneden leg als ik studeer. Dat is voor mijn eigen goed. En ja, dus ik ga die nu even beneden leggen en naar mijn laptop halen. Oké, dus ik zit er boven en ik heb alles gehaald van beneden. Allee, alles. Mijn boekentas en mijn laptop. En ik ga eerst weer mijn planner invullen, want dat moet natuurlijk ook weer gebeuren. En ik mag een nieuwe week beginnen. Ja, ik mag een nieuwe week beginnen. Oh, ik vind dat echt zoiets leuk, hè. Die planner. Deze week, nu mag ik... wat ben ik aan het doen? Nu zitten we in een... Oh, help. Dit gaat echt niet met één hand. Ik heb nu een blauwe week gehad. Dus heb ik nu een roze week. Ja, we gaan even invullen. Ik vind dat dus echt oprecht leuk, hè. Die planner invullen. Dan kun je zo... Ja... Ik weet niet, ik word daar rustig van. We zijn december al. Oh my god, we zijn al december. Ik kan nu echt zo 3 uur doorzagen over hoe snel de tijd is gegaan en al. Maar dat is ook wel. Allee, ik vind dat de tijd ook echt snel is gegaan. Welke week zijn we? We zijn nu week 49. Dus, dan plak ik een stickertje met een 4 en een 9. Hallo. 4 en een 9. Oké. We gaan even verder aanvullen. Ik moet vandaag, dat kan ik wel al vertellen, voor mijn examen sociaal wetenschap leren. Dat is mijn eerste examen. Daar begin ik mee. Wanneer begin ik daarmee? Donderdag. En aanstaande donderdag begin ik daarmee. En zie ik het zitten gedeeltelijk. Heb ik er zin in? Nee. Is het veel? Ja. Is het moeilijk? Ook ja. En dan komt mijn GP daar nog eens bij en alle andere examens en oh my god, ik word echt gek. Maar oké, ik ga nu invullen. Het is vandaag 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e en de 10e. Ik zou echt zo super graag zo vooruit springen naar binnen 2 weken. Maar binnen 2 weken moest ik vandaag mijn laatste examen leren en ben ik daar nu al wel bijna mee klaar denk ik te doen. Dat zou wel heel leuk zijn, hè? Ik heb zo nog een kleine struggle. Het is hier nu op deze moment echt super warm in mijn kamer, want mijn surface staat op. Maar het is al te warm, snap je? En ik heb dus echt heel veel nood aan even mijn raam lager open te zetten. Maar, snap je? Mijn raam kijkt echt uit op de kamer. En daar komt de fietser. Dus ik heb even zwijgen, want dat hoort gekeerd. Oké, wat ik dus aan het zeggen was, je hoort dat hier super hard. Als ik hier in mijn kamer praat, hoort je dat echt op straat. Ik zal hier even zetten. Kijk, zo. Het is mijn raam, dus daar is het straat. Dus dan ziet je me echt super hard zitten. En ik kan niet mijn gordijn daarvoor doen, want als ik mijn gordijn ervoor doe... en daar is mijn mama. Toch niet. Daar is niet mijn mama. Dicht het in mijn mama was. Oké, maar als ik mijn raam toe doe, als mijn gordijn toe doe, komt hier geen zuurstof binnen.
Ja, dan heb ik mijn gordijn ervoor. Dat is echt zo'n struggle, want heel de straat zien mij zitten, maar ik kan dat nu even 2 minuten doen. En dan is hier een zuurstof. Maar ja, zo moest ik dat dus nog niet gezegd hebben, ga ik vandaag SW leren voor het examen van donderdag. Want ik heb donderdag examen SW, maar heb ik dat nu al gezegd of niet? Ik weet niet meer. Oké, maar ik heb donderdag examen SW. En ik ben nu dat al aan het leren een stukje. Allee, ik heb een soort van overzichtje gemaakt. Dit gewone bladje, dit moet 5 hoofdstukjes kennen. Ik heb hoofdstukjes, 5 hoofdstukken. En ik ben dan nu allemaal al dingen die ik nog niet voor een test gedaan heb moeten leren. Allemaal alles heel grondig aan het doornemen en al dingen van buiten aan het leren. En terwijl, daar ga ik nu mee beginnen, ben ik een inhoudstabel aan het maken. Dus elke keer, dus elke keer als ik op een nieuw puntje kom, dus nu ga ik beginnen met hoofdstuk 1, 1 punt gedrag. En dan 1.1, wat is gedrag? En dan als ik dit van buiten ken, doe ik 1.2, referentiekaders om naar gedrag te kijken. En zo doe ik dat dan. En dat is misschien wel een tip. Doe dat terwijl je aan het studeren bent. Zo krijg je direct een overzicht. Af, maar om een idee te krijgen om hoe het er dan bij mij uitziet. Ja, ik heb dan hoofdstuk 1 opgeschreven en dan hier is een puntje. En dan zobiet, dit is stukje 1 of hoofdstukje 1 van hoofdstuk 2 en dat is motivatie. En dan zobiet komt hier nog cognitie en emotie. En hier moet nog iets tussen, maar ja, dat doe ik pas morgen. Dus dat is nog niet helemaal af. Maar zoiets ongeveer ziet het er dan uit. En dan kan ik tijdens het leren ernaast liggen en dan zie ik, oké, soorten motivatie. Kan ik opnoemen nu wat dat inhoudt? Hè? Je hebt intrinsieke, extrinsieke motivatie en dan kan ik met een uitleg doen. Dus dat is eigenlijk een hulpmiddel voor tijdens het studeren. Het is nu 8:15 en ik ga stoppen met het leren voor vandaag. Ik heb mijn alles al eens heel goed doorgenomen en ook al dingen van buiten geleerd. Zo, nu lijkt het zo alsof ik alles gewoon eens gelezen heb. Maar ik heb ook al veel van buiten geleerd. Ik heb al een heel groot deel van mijn inhoudstabel tegelijkertijd afgemaakt. En ja, het is 8:15, dus ik ga nu wel stoppen. Dan kan ik nog een uurtje of 1,5 uur andere dingen doen. Zoals deze vlog nog bewerken en uploaden en alles. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. En dan gewoon nog een beetje socializen. Of socializen. Of zeg ze daar gewoon iets anders doen. Dus ja, dat ga ik nu doen. En ik vind dat ik ook genoeg geleerd heb voor vandaag. Morgen kan ik nog voortdoen voor ik ga trainen. En dan woensdag alles nog eens helemaal opnieuw leren en deftig. Want donderdag is het examen. Het is 8:50 en ik heb net mijn pyjama aangedaan. Allee, mijn pyjama. Ik heb zo'n onesie aan. En deze heb ik vorig jaar in H&M gekocht. En daar zijn zo van die... Hoe heet dat? Van die, ja, ik kan er nu even niet opkomen. En kerstbomen en zo van... Hey, ho, 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 ho. En er staat ook ergens een pizza op. En zo van die cadeautjes. En zo van die mannetjes. En een stuk pizza staat er ook op. Maar deze heb ik dus vorig jaar gekocht. En aangezien het december is, is het nu echt al hoog tijd om die aan te doen. En die heeft ook een kap.
Maar die cap zet ik niet op. Ik ga nu mijn tanden poetsen, mijn gezicht wassen en al. En dan ga ik de vlog werken. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Geef deze video dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer even hier beneden. Dus blijf op de hoogte van al mijn vlogmassen. En ik zie jullie heel graag morgen om 4 uur weer. Dag!